Chinees is dus een karakterschrift. Nou, hoeveel karakters kent het Chinese schrift eigenlijk? Het Chinese schrift kent meer dan 50.000 karakters. Dan moet ik deze allemaal leren om goed Chinees te begrijpen? Ik kan je geruststellen, nee. Dat is helemaal niet nodig. Sterker nog, de meeste Chinezen kennen zelf zo'n 7.000 karakters. Nou, wat nu als je een krant of een boek wil lezen in het Chinees? Raad eens hoeveel karakters je dan nodig hebt. Nou, dan heb je zelfs aan 3000 karakters al genoeg. En je kan zelfs teksten in grote lijnen al goed begrijpen als je 1500 karakters kent. Dus hè, 1500 karakters is al een stuk overzichtelijker dan 50.000 karakters. Vind je niet? Gelukkig. <laughs> nou, karakters komen vervolgens in allerlei soorten en maten. En veel karakters zijn in feite combinaties van andere karakters. Ik ga je straks een voorbeeld geven. Laten we eerst even kijken naar een paar eenvoudige karakters die super logisch zijn en super grappig zijn om te leren, zodat je meteen kan zeggen dat je een beetje Chinees kan schrijven. 1, 2 en 3. De getallen 1, 2 en 3 zijn bijvoorbeeld gewoon 1, 2 en 3 strepen. Dus het karakter voor 1 is 1 streep. Het karakter voor 2 zijn 2 strepen. En het karakter voor 3 zijn 3 horizontale strepen. Wauw. Dat is logisch, hè? Nou, deze logica misschien wel niet zo eenvoudig, maar. Logica zien we terug in heel veel karakters. Bijvoorbeeld, het karakter voor mond is ook super simpel. Kijk, dit is een mond. En dit is het karakter voor mond. Of, kijk, dit is een vuurtje, hè, vuur. En dit is het karakter voor vuur. Dus het karakter voor vuur heeft ook echt daadwerkelijk de vorm van een vuurtje. Dit is een berg. En dit is het karakter voor berg. Nou, met een beetje fantasie zie je dat het karakter voor berg ook best wel lijkt op een berg, vind je niet? Oké, okay, door naar het karakter voor boom. Nou, dit is een boom zoals je ziet. En als je een beetje creatief denkt, zie daar het karakter voor boom. En trouwens, dit karakter betekent ook hout. Hè? Bomen zijn van hout, dus boom en hout hebben hetzelfde karakter. Oké, okay. dan een van de meest gebruikte karakters in het Chinees. Kijk, dit is iemand die loopt. Hè? Dit is een persoon die een stukje gaat lopen. En dit is het karakter voor persoon of mens. Nou, dit zijn allemaal karakters op zichzelf, maar deze karakters kunnen ook de basis vormen voor andere karakters. In dit geval noemen we het radicalen. Deze zogenaamde radicalen zijn dus een soort bouwstenen voor andere karakters. Dan kijk nu naar het karakter voor boom. Plak je daar nu nog een boompje aan vast, dus twee bomen naast elkaar, die een karakter vormen, dan betekent het, ja zeker, een bos. Nog een boompje, dan is het een groot bos. Een persoon. Plaats je daar een persoon naast, dan betekent het volgen. Hè? Een persoon die achter een andere persoon aanloopt. Volgen. Nog een persoon erbij, dan betekent het massa. Een massa mensen. Ja, nog een mooi karakter, die is terug te leiden naar het karakter voor een persoon, is. Oké, okay, nou, dit is dus een persoon, Dan weten we. Spreidt de persoon zijn armen, dan maakt hij zich groot. En zie daar het karakter voor groot. Nou, vaak. Als je een ander karakter wil bouwen met het karakter persoon, dan vervormt dit karakter meestal tot dit radicaal. Om ruimte te maken voor een tweede deel. Bijvoorbeeld een boom. Een boom aan de rechterkant en een persoon aan de linkerkant. Een persoon met een boom ernaast is een persoon die tegen een boom zit uit te rusten. En betekent dus ook rusten. Uitrusten of relaxen, dat is dit karakter. Oh en dit vind ik trouwens zelf nog een hele mooie. Dit is het karakter voor vrouw. En dit is het karakter voor kind. En voegen die twee nou samen, dan krijg je een van de meest voorkomende karakters in het Chinees. Goed. Een vrouw met een kind, of een vrouw die een kind krijgt. Dat is goed. Mooi hè? Nou, als je die radicalen, of hè, die bouwstenen, na een tijdje een beetje onder de knie begint te krijgen, dan zul je merken dat het Chinese schrift al een stuk makkelijker is om te lezen en om te schrijven.